Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met mevrouw Cindy Nuboer. Zij is van Glass House Creations. Een hobby die ze heeft opgepikt tijdens coronatijd, maar die nu aan het uitgroeien is naar zoveel meer. What we need is a little Q-Time. Goedendag Cindy, hoe gaat het met jou? En mij gaat het prima. Ja? Oké. Ik ken jou al, de kijkers nog niet. Misschien kunnen we starten bij je nader kennis maken met jou. Wel, ik ben Cindy Nuboer. Ik ben 64 jaar. En ik hou van... Maak dat uit. Ik heb een aantal hobby's. Onder andere toneel, sporten, buiten zijn plantjes. Is sowieso een hele erg favoriete hobby van me. Ik heb 2 kinderen die al volwassen zijn. En dan moet je toch wel naar iets anders gaan uitkijken als je kinderen uitvliegen. En toen kwam dit langs. Ja, een glasshouse. Wat is een glasshouse precies? Wel, een glasshouse. Wij hebben het glasshouse genoemd omdat het een glazen container is. Waarin je, zoals je dat ziet op de achtergrond, een glazen container waarin je een tuintje maakt. En wij vonden dat gewoon een mooie naam voor... Is het ook. Voor ons bedrijf, ja. Ja. Mm. Oké, dus het is echt nu een bedrijfje geworden, want het is begonnen als een hobby, toch? Het is begonnen als een hobby. Mijn zoon die zat al een hele tijd te pushen van mama, het is een leuk idee, want je houdt zo van plantjes. En dat kan ook creatief bezig zijn. En het is echt door hem dat ik dit ben gestart. Want het schijnt toch iets te zijn wat zeker in de coronatijd heel veel mensen naartoe aantrok. Want je kan je eigen mini-tuintje hebben en je hoeft er de deur niet vooruit. Zelfs je huizen niet vooruit. Ja, oké. En dat sprak zeker in het buitenland waar mensen een flatje hebben en vastzitten in een kleine omgeving. Sprak dat de mensen heel erg aan. Het is ook een heel leuk cadeau. Ja. Want wat geef je sommige mensen die alles hebben in hun leven? Dit is toch iets waar ze van kunnen genieten iedere dag. Oké, dus eigenlijk komt het op neer dat het een tuintje is in een... In een vaas. In een dichte vaas. En het is dicht, in een dichte vaas. Want er zit dus een ecosysteem in. Ja. Een gesloten ecosysteem. En laat je het openstaan, dan verdampt het water. Maar de bedoeling is dat het water dus opstijgt, langs het glas naar beneden sijpelt. Zichzelf bedrukt, de aarde dan nat maakt. De plantjes nemen het dan weer op via de wortels. Mm-hmm. En dan wordt het weer uitgestoten. En zo heb je dus een circulerend systeem. Dus eigenlijk gewoon een wonder, hè? Zo een klein wereldje in zo'n absoluut, vaas. Absoluut, ja. Het is ongelooflijk hoe mooi dat is. Dat is. Ja. Maar kijk, het is leuk dat je zegt, ik hou van plantjes en nu hebben we een nieuwe hobby. Maar er komt volgens mij veel meer bij kijken. Het zijn kleine dingetjes allemaal, een beetje, ik zou het niet oneerbiedig willen bedoelen, maar een beetje pielwerk. En ik denk ook kennis van planten, want het zijn geen normale plantjes, denk ik, die erin zitten, toch? Of hoe heb je dat aangepakt om daar meer kennis over te vergaren? Internet weet natuurlijk heel veel tegenwoordig. Sowieso heel veel via internet. Ik heb een paar Facebook-groepjes waar ik die ook terrariums maken. En daar heb ik best wel veel van geleerd. Dat kan ook. Maar het was sowieso ook trial and error. Een aantal terrariums zijn dus niet gelukt. En naar planten zoeken was ook een challenge, want je hebt dus plantjes nodig die langzaam groeien, die klein blijven. Want ik heb dat wel eens gehad, dat ik een plantje erin liet en dat het bijna eruit groeide. En dat is ook niet de bedoeling. Ja. Dus je moet echt zoeken naar plantjes inderdaad. Maar je hebt verschillende planten. Je hebt ook bepaalde mossoorten die het heel goed doen, want die groeien sowieso langzaam. Ja. En het was toch wel flink zoeken en speuren. Ja, dus eigenlijk meer een speurtocht. Ik ben ook vaker naar trips gemaakt buiten de stad. Om te zoeken naar planten, om mee te gaan met mensen die dagjes trips maakten. Terrarium, zoals je dat noemt, is ook wel goed te maken vanuit tropische planten, om het maar even zo te zeggen. Dus we hebben in principe in Suriname is er genoeg materiaal te vinden van die voldoende criteria om in zo'n terrarium te plaatsen? Ja, absoluut. Want in een terrarium heb je in principe een tropisch klimaat. Ja, ja. Want zelfs als je een terrarium in Nederland of in een koud land zou hebben, dan is het toch is er een vrijwel tropisch klimaat. In die vaas, zeg maar. In die vaas zelf, ja. Okay. Ja. Ze kunnen niet heel koud, ze kunnen niet voldoen als het heel koud is. Want je hebt toch bepaalde planten nodig die er goed in gedijen. En planten die dus extremere
temperaturen nodig hebben, die kunnen gewoon niet in een terrarium. Oké, dus het komt er heel veel bij kijken. Je moet de science kennen van de planten. Daarna moet je natuurlijk de planten gaan zoeken, ze moeten voorhanden zijn. En daarna moet het natuurlijk ook nog creatiever uitzien, want het staat er. Je kan er niet makkelijk bij om iets te snoeien, weg te halen, of schoon te maken. Geduldig zijn. Geduld. Ja. kan je een van die terraria pakken voor ons en ons misschien wat meer vertellen over de keus van de plantjes en de schikking die je ervoor hebt gekozen? Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat, welke je kiest en het verhaal erbij. Nou, dit zijn plantjes die ik heb gekocht en ook twee plantjes. Ik weet niet of het te zien is. Als je het zo houdt, is het goed te zien. Zo, okay. Te zien. Oké, nou is mijn boeddha omgevallen. Ik zal hem even rechtzetten. Ik heb meestal ook een aantal gemaakt en meestal maak ik een collectie. Zo van een aantal. Okay. Want het neemt best wel veel tijd om ze te maken. En ja, je moet er ook de inspiratie voor hebben. Ja, oké. Dus meestal maak ik een aantal met een bepaald thema. Ja. En nu ben ik een beetje bezig met Boeddha's en zo. Dus, ja, en dit zijn dus verschillende planten. Er zit gewoon aarde in. Er zit gewoon zwarte aarde in. Nee, er zit onder en zit er eerst een laag met steentjes. Steen, omdat het water moet in een soort reservoir onder het glas zitten. Onder in het glas zitten. Zodat het weer kan worden opgenomen door de plant. Anders krijg je een soort mushy aarde die eronder zit. En dan heb ik een speciaal aardemengsel. Maak ik, weet je, waar dat wat luchtig is. Er zit niet... Ja. Ja. En dat wil ik erover zeggen, dat het toch wel luchtig is. Ja. Moet zijn, want anders krijg je zo'n modderige, drassige... Ja. En dat heb ik ook gehad en dan lukt het gewoon niet. Ja, dat is de trial. En dan probeer je dus verschillende plantjes. En sommige planten, die worden dus... Die groeien heel snel. Kijk, deze, die lukt wel. Maar je kan ook het hebben dat... Laat me dat even laten zien met deze. Dat ze te snel gaan groeien, bijvoorbeeld. Bij deze bijvoorbeeld. Kijk, deze begint langzaam eruit te groeien. En wat moet je dan doen? Gewoon knippen? Wel, je kan hem knippen, maar je kan ook hem gewoon laten groeien zo. Want het is ook wel leuk om een plant... Sommige mensen vinden het ook leuk om zo'n terrarium te hebben... waar het bijna dicht is met groen. Dus het verschilt eigenlijk. Daarom heb ik ook voor een hele aantal verschillende terraria intussen. Ja, want je hobby groeit inderdaad uit tot soms wat meer. Tot een bedrijfje dus, nu. Ja. En ik heb dus grotere, kleinere, hele kleintjes, best wel hele grote. Ja. Voor iedereen die... Ieder wat wil, dat is het juiste woord. Heel mooi. Maar ik vind het een hele mooie combinatie van alles. Hè? Dat je zei, creativiteit, geduld, toch ook wel in de buiten zijn om te gaan zoeken naar de plantjes. En daar die schikking te maken. Ik vind hem heel erg mooi, heel erg apart. Ja. Hoe lang ben je bezig met het maken van zo'n terrarium? Het verschilt, maar voor een middelgroot terrarium ben ik toch wel zeker 3 uur bezig. Ja, oké. 3 tot 3,5. En dan praat ik nog niet eens over de voorbereiding van de planten zoeken. Dus alleen maar schikken, de aarde, zeg maar. De aarde, ja, toch wel. Toch wel, want het duurt gewoon een tijd voordat je het helemaal in orde hebt. Voordat je de aarde erin hebt, voordat je de steentjes erin hebt. Het is echt priegelwerk. Ja, mooi gezegd. En je maakt ook nu op bestelling. Dus als iemand bijvoorbeeld speciale wensen zou hebben of zo, dan kan dat ook. Niet echt. Oké, het zijn toch unieke kunstwerkjes. Ja. En bestelling is moeilijk, want willen mensen een bepaalde plant moeilijk soms. Ja. En daarom heb ik toch wel een behoorlijke verscheidenheid aan terraria. Dus mensen kunnen toch meestal wel kiezen. Ja, er is wel keus. Ja, er is absoluut keus. Okay. En je hebt er nu een bedrijfje van gemaakt, dus mensen, het is ook echt gewoon te koop, zeg maar. Ja, we zijn op Facebook, op Instagram en op TikTok. En we heten glasshousecreations.sr. Oké, very nice. Wie had gedacht dat je op je 64ste nog gewoon met de hele onderneming zou beginnen, dame? Klopt. Maar wel mooi, prachtig. Ja, heel erg mooi. Gefeliciteerd met het initiatief. Ik vind het echt bijzonder dat je dit doet. Ik heb dit niet eerder in Suriname gezien, dus dat wil zeggen, het is ook uniek. Klopt, ja. En het lukt wel. Mijn dochter die doet de social media. En de mensen, ik ben heerlijk alleen klaar met het terrarium en alles wat daarmee te maken heeft. Ja, en zet ze maar lekker aan het werk, die twee. Goed zo. Ja. Nee, fantastisch, Cindy. Ik zou zeggen, geniet ervan. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste, hè? Want daarvoor ben je het begonnen. Dat is echt zo. En dat doe ik ook echt. Want je moet 's morgens echt ook, als ik ermee bezig ben, meestal is dat 's morgens
Vroeg sta ik dat op, want je moet ook echt rust hebben. Het moet niet druk om je heen zijn, want anders ja, dan word je ook steeds afgeleid. Mensen moeten je niet wat vragen, want dan ben je weer afgeleid. Dus meestal ben ik heel 's morgens vroeg dan bezig met mijn hobby. Geconcentreerd, ja. Om inderdaad te schikken, kan me voorstellen. Nee, fantastisch. Very good job, gefeliciteerd. En ik zou zeggen, ja, laten we kijken waar het naartoe groeit. In een terrarium. You never know. Ja. Is goed. Dankjewel voor het gesprek. Dank je. Jij wel voor de gelegenheid die ik heb gekregen om mijn hobby te vertellen over mijn hobby. Ja. Ja. Voor de exposure. Ja. Dankjewel, Cindy. Glasshouse Creations. Very nice. Thank you. Oké. Okay. Bye. Oké. Okay. Doei. Dat was het gezellige gesprek met Cindy Nuboer. Zij maakt dus terraria. U heeft het gezien. Ze heeft ook uitgelegd hoe dat tot stand komt. Dus eigenlijk je eigen kleine creatief tuintje in een glazen vaas. Heel erg mooi. En dat op later leeftijd nog een leuke hobby ontdekken. En het laten ontwikkelen tot iets dat een onderneming is. Heel erg mooi. Glasshouse Creations kunt u ook vinden op alle social media kanalen. Dit was het voor deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.